Hey, hallo allemaal. Mijn naam is Rutger van den Heuvel en van Dure Natuurzin. En leuk dat je kijkt naar deze productvideo. In deze video wil ik jullie wat meer vertellen over de Marokkaanse handgemaakte sliesjes. En in dit geval in het bijzonder de kleur de miel. Miel is vertaald vanuit het Frans honing. En dat zie je direct terug in deze handgemaakte sliesjes. Een prachtige honinggele kleur zorgt direct voor een toevoeging in uw project. De tegeltjes worden met de hand gemaakt in Marokko, in de regio Fes. En doordat het met de hand gemaakt is, is geen enkel tegeltje hetzelfde. Dat geldt zowel voor de kleur, maar ook voor de afmetingen van het materiaal. Ze worden gestopt in een oven die gemaakt is van dezelfde klei en dit is niet geraffineerde klei. Dit betekent dat er geen toevoegingen zijn aan de klei om het mooier te laten zijn. Vroeger werd het wel gedaan, maar dat is door de Marokkaanse overheid gereguleerd. Dit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de sliezen bewaard wordt. Wat gebeurt er namelijk als je toevoegingen in die klei stopt? Heeft dat op lange termijn effect op het prachtige glazuur dat bovenop die tegeltjes zit. Dat bijt zich uit en gaat ten koste van de kleur. Kwaliteit is dus gegarandeerd bij dit materiaal en wanneer u dit verwerkt hangt het voor tientallen jaren aan uw wand. Heeft u nu interesse in dit prachtige gele wandtegeltje? Aarzel dan niet en vraag hier uw offerte aan. Bedankt voor het kijken en tot ziens!